voorafgaand aan de wedstrijd Sneekwit-Zwart tegen AFC Amsterdam tekenen twee mensen een nieuw contract. Sjouke Kingma is de nieuwe keepertrainer. En de nieuwe spits voor volgend seizoen, een oude bekende, Age Hens Boersma, tekent zijn contract. De nieuwe spits, net je contract ondertekend. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Je keert weer terug op het oude nest. Wanneer speelde je hier al? Ik heb twee periodes heb ik hier al gevoetbald. Dat is, ik ben drie seizoenen geleden ben ik weggegaan. En toen had ik er twee seizoenen op zitten. En daarvoor heb ik hier al een periode gespeeld van 3 jaar. En dat is onderhand op 10 jaar geleden volgens mij. En toen ben je ondertussen ook nog naar het betaalde voetbal geweest. Voor welke clubs heb je gespeeld? Ik heb toen een contract getekend bij Heerenveen. Daar heb ik hoofdzakelijk in de belofte gespeeld. Heb ik 1 keer in mogen vallen in het eerste elftal. En ja, na dat ene jaar ben ik op huurbasis naar Veendam gegaan. En daar heb ik zo'n 30 wedstrijden gespeeld. Maar ja, daar ben ik er wel achter gekomen dat betaalde voetbalwereld niet mijn wereld is. En waarom is dat niet jouw wereld? Ja, het is over het algemeen toch ieder voor zich. En ik ben toch meer een teamspeler. Ik ben opgegroeid in het amateurwereldje. En tot mijn 23, 24ste altijd amateurvoetbal gespeeld. Dus ja, dan ben je dat gewend. En als je dan in zo'n keiharde, egocentrische wereld komt, ja, dat was niet mijn ding. En je hebt ook wel wat met de selectie, hè? Want als ik jou zo hier wel eens hier rondschuifelen, die jongens die vinden dat wel fijn. Zo'n grote, sterke, maar ook wat ervaren jongen erbij. Ja, nou ja, klaar. Ik ken van deze ploeg, er zijn een man of 5, 6, 7 bij. Daar heb ik in het verleden nog mee gevoetbald. En een man of 3, 4, 5 jongens die ken je wel van buiten het voetbal, tegen gevoetbald. Dus ja, dat contact, het is er heel makkelijk. En ja, de Sneek heeft wat behoefte aan wat oudere spelers. Nou ja, en ik hoop daar een belangrijke schakel in te kunnen worden voor volgend seizoen en de seizoenen daarop. Ben je als centrumspits gehaald? Ja, ik denk het wel. Ja. Je denkt het? Daar hebben jullie niet over gesproken? Jawel, jawel, jawel. Nee, maar de trainer die wil gewoon met 3 spitsen gaan spelen. Twee echte buitenspelers en een centrumspits. En dat is wel de positie waarvoor ik gehaald ben. Dankjewel. En nog buitenspelers. Ken je Sneekwit-Zwart op dit moment een beetje? Moeten er buitenspelers bij om jou te bedienen? Nou, dit seizoen heb ik een wedstrijd 3-4 gezien. Vorig jaar stukken wat meer. Maar ik denk dat Ramon... Dat gewoon van nature een geweldige rechtsbuiten is. Dat is heel simpel, dat is zo duidelijk als wat. En ja, over wat bij moet, dat moet de trainer en moet de technische commissie maar beslissen. Heb je er zin in? Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Ik wil er wat moois van maken. Mooi zo, gefeliciteerd en heel veel succes. Dankjewel.